Beter één vogel in de hand dan 10 in de lucht, is het spreekwoord. Maar in Safaripark de Beekse Bergen denken ze daar toch anders over, nu de 2 andere pelikanen nog niet gevonden zijn. Maar dat Roderick de weg naar huis heeft gevonden, stemt optimistisch. Roderick is vanzelf weer teruggekomen, na 2,5 dag. Dus daar zijn we ontzettend blij mee. En we hadden wel wat moeite om hem echt weer binnen te krijgen en daarna hebben we hem heel goed beloond. Dus dat is een goed teken. Of Blauwerik en Groenerik, de 2 andere pelikanen, ook naar huis zullen komen, is nog even afwachten. Het lijkt erop dat de 2 vogels het ervan nemen en een tour door Nederland maken. Visje? De laatste berichten zijn dat ze gesignaleerd zijn in Den Haag. En gelukkig samen, want een van de 2 die heeft vannacht overnacht in Den Bosch. En ze hebben elkaar toch weer teruggevonden. En ze zitten nu volgens de laatste berichten dus in Den Haag. En dat ze dus zulke grote afstanden overbruggen, dat is voor ons alleen maar een goed teken. Dat ze, ja, dan is de weg terug naar dit verblijf natuurlijk ook niet zo groot. Hè? De verzorger denkt dat de 2 uiteindelijk zelf de weg naar huis gaan vinden. En dat gaan ze pas doen als ze honger krijgen. Dus mocht Blauwerik of Groenerik op uw dak landen, de dieren niet voeren, maar wel graag even bellen naar de Beekse Bergen.